Ik wil hier weg. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess in HD. Ik ben er weer, Zelda 22. In de vorige aflevering hebben we de Big Key gevonden, waardoor dat we dus een einde kunnen maken aan al deze loop- en faal-dingetjes. We hebben de clawshot hadden we al in 2 afleveringen teruggekregen. Dit is volgens mij de eerste keer dat we dus in een dungeon zitten waarin dat wij zekers gewoon 3 afleveringen nodig hebben om de dungeon te halen. Wauw! Maar goed, in deze aflevering hoop ik dus ook echt deze dungeon gehaald te hebben. Er is nog 1 klein dingetje wat ik wil doen, want er is nog 1 piece of heart die we hier te pakken kunnen krijgen. En er is dan natuurlijk ook nog de final boss die we moeten gaan verslaan. Dus weten jullie nog dat kistje wat ik zei van onthoud dat hier een kistje zit? Daar moeten we nu naartoe gaan. En ik wil dolgraag, dankje. Want wij moeten nu op zo'n plateautje hier zien te landen. En dan kunnen we gelijk door schakelen richting de deur. Want hier zit nergens meer iets. Oké, gelijk daar naartoe. Mooi, zijn we ook weer terug. Nou, omdat nou alle 2 de waterwielen dus draaien en allebei de waterwielen geactiveerd zijn, is het nu dus ook zo tot weer een waterstroompje extra is geactiveerd. Deze om precies te zijn. Hier kunnen we nou gewoon door naar buiten te lopen. Bij die andere... Ja, konden we dus... Of nee, hier konden we al doorheen lopen. Maar het gaat nou over de andere waterstroompje. Sorry. Kijk, daar komt nou water vandoor. Daardoor is het water nog hoger gegaan. Maar dat water, dat willen wij dus leiden naar... Even kijken welke kamer was dat nou ook alweer. Even de map erbij pakken. Ik zei de map, niet die. Eens even kijken. De kamer beneden is dat. Oké. Dus de kamer beneden. Wacht even, dus dan zit hij hier door in de kamer beneden. Auw! Wacht even, ga je me nou vertellen dat daar nog een kistje zit? Daar zit ook nog een kistje. Oh boy. Hoeveel kistjes hebben we gemist dan? Ik weet die ene kist daar. Hoe is hij daar? Huh? We hebben nog 3 kistjes waar we naartoe moeten gaan. En daar ga ik gewoon een montage van maken. Ik vind het goed. Dus, waarschijnlijk ben ik een paar kistjes vergeten. En de meeste zijn nog niet eens boeiend. Want 2 stems hebben we al te pakken gekregen. Maar we gingen voor elk kistje. Dus dan gaan we dat ook netjes doen. Oh. Dus, we gaan eerst eventjes naar de Piece of Heart. En daar hoeft nog geen knip voor te komen. Dus, wat je wil doen, is je wil hier... Oh, wacht. Ik zie hem trouwens al. Want dat is toch... Hé? Ik ben nou zo in de bar. Volgens de map is het in... de zijkant. Dus dat is... om precies te zijn, die kant daar. Oké. Piece of heart. Prioriteit nummer 1. Wij willen hier water door laten stromen. Dus wij willen nu dat hier water komt... Enough. Sleep. No. Goed zo. Soms weet je het gewoon niet meer. Dan sta je gewoon echt te kijken van, goh, welke kant moet ik nou op? Zoals je ziet is hier namelijk geen rat van fortuin. Maar hier willen wij wel water laten stromen. Omdat er dan namelijk water in deze kamer gaat komen. Waardoor dat een brug omhoog komt. Omdat nou het waterlevel hier hoger is. Zul je ook zien. Omdat hier nou water stroomt, gaat hier het water omhoog. En dat gaat onrealistisch snel. Maar dat maakt niet uit. En daardoor drijft die brug dus omhoog. Ik vind het grappig hoe dat de brug wel perfect op plaats blijft. Maar dan hoor je mij niet over klagen. En dan kunnen wij dus nu hier die brug op. Waardoor dat we dus deze kamer in kunnen komen. Nou zul je denken van ja, heel erg leuk dat daar een kamer zit. Maar dan zit hier een schakelaar. Het enige snel is, gaan we van die schakelaar af, gaat gelijk die deur dicht. De enige manier om bij dat kistje te komen... Hoi. Je staat in mijn B. Oké, fijn. Ga weg. En jij ook.
En jij ook. Oh, jij wil graag... Kom hier. Yay! Ik blijf dat leuk vinden om te doen. Finish! Oké, nou. Je wil op deze schakelaar staan. En dan wil je dus de hookshot gebruiken, clawshot gebruiken. Om je daar dus naartoe te transporteren. Ah, dan ben je dus snel genoeg en dan kun je dus hier gewoon het kistje pakken. En in dat kistje, daar zit... Een piece of heart! Yay! Of piece of heart, zoals ik dat vroeger in mijn Engelse let's play zei. Wat leuk. Goed, nou. Dan hebben we dat gedaan en dan de enige manier om hier natuurlijk uit te komen, hebben ze nou over nagedacht. Daar zit daarboven een extra ding. Ik ga nog heel eventjes terug naar die twee kistjes die ik vergeten ben. En daar maak ik heel even snel een montage van, dus ik zie jullie in een seconde. Oké, eerste kistje wat we vergeten zijn, dat is hier helemaal in het begin zelfs, stoutte ik. En dat kistje, dat zit om precies te zijn, hier bovenop. We hebben hier al wel die dingen neergehaald, maar we zijn helemaal vergeten het kistje te halen. En volgens mij zaten hier extra bommen in. Yay! Nou, het is tot de tweede kistje heel erg dichtbij zit, waardoor dat ik gewoon heb zoiets van, nee, ik ga het nou niet eruit knippen, we spelen gewoon nou door. Die tweede die zit namelijk in de ronde kamer aan de linkerzijde. En ik had trouwens gelijk hier in deze waterwereld. Daar zit dus helemaal geen... Ik weet niet meer hoe dat ik het voor elkaar heb gekregen. Maar ik ben dus in die waterstroming via via terechtgekomen. Ik weet niet meer precies hoe dat ik het voor elkaar heb gekregen. Maar goed. De andere water... de laatste kist die we dus nog nodig hebben. Dat zit hier in de linkerkamer. Waarschijnlijk achter het Rad van Fortuin. Tot ik dat helemaal vergeten ben. Dus we moeten hier eventjes doorheen lopen. Water stroomt hier nog steeds doorheen. Dit is het eerste rad waar we hebben gehad. Het zijn altijd die kistjes die je net vergeet of net over het hoofd ziet. 9 van 10 keer ook nog niet eens echt interessante kistjes. Hij zegt dat hij aan die kant staat. Achter dit... Oh, hier staat hij gewoon. Ook weer extra bommen. Nou, qua kistjes die we dus vergeten zijn... Niks belangrijks, want dat ene kistje met de Piece of Heart, daar wist ik tot, dat we die nog steeds moesten hebben. Dus, goed. Zonder enig oponthoud. We hebben alles gedaan hier in deze dungeon. We hebben alles geactiveerd. We hebben de boss key te pakken gekregen. We hebben een claw shot hebben we. We hebben 2 Pieces of Heart, we hebben 2 stems. Het is tijd voor de baas. Nou, zoals je kan zien is het water hier ook weer gestegen, waardoor dat we nou dus wel hier terecht kunnen komen en... Ik wou wel zeggen, vergeet ik nou een sleutel, maar dat is gewoon de big key lock dinges. Oké, nou, we kunnen hier nog even een extra feetje pakken. En ik weet dat ik had gezegd dat ik geen feetje neem, maar we spelen op hero mode. Dus ik neem hem gewoon mee en mocht ik ergens weer een keertje zo'n pop ding vinden, hartstikke leuk. Ik wil mijn streak van game over, wil ik, tot ik geen game overs heb, wil ik wel houden. Ik bedoel, ik speel op hero mode, give me a break. Plus Twilight Princess die is een van degenen waar echt de meeste damage, waar je echt de meeste damage bij pakt. Goed, de items die we hier nodig hebben is niks minder als alleen de Iron Boots en de Hookshot. Dat zijn de enigste items die je hier nodig gaat hebben. Of sorry, nogmaals de Claw Shot. Als we naar beneden vallen, dan zien wij... Een sliertje. Wat een leuk sliertje. Hallo, sliertje. Hi. Ik denk, kom eens eventjes gezellig hier landen. Goh, ik vraag me af wat zijn zwakke punt zou zijn. Hi. Twilight Aquatic Morphiel. Dit beest is gevaarlijk. Je wil uit zijn buurt blijven. Kijken waar zijn oogje zit. En die wil je zo snel mogelijk zien te pakken met de hookshot. Hij wil proberen jou te grijpen. En dan wil hij jou gaan bijten met die grote bakkers die we dus daar de hele tijd zien. Daar wil je zeker voor aan uitkijken. Want dat doet een enorme schade. Plus je draagt de Iron Boots. Dus je bent niet snel. Dus je wil niet bij hem in de buurt komen. Je wil zeker uitkijken met... Die tentakels die hij daar heeft. Want grijpt hij je, dan kan hij jou heel veel damage doen. Heb je hem 1 keer geraakt, dan gaat hij gelijk bomvissen op je afsturen. Waardoor dat het dus moeilijk is om te targeten. Dus daar wil je ook voor uitkijken. Ik wil wel een beetje in de buurt komen. Kijk, daar hebben we hem dus, daar hebben we hem dus, daar hebben we hem dus. En... Oké, ik heb hem gedodged. Voor die tentakels wil je dus uit gaan kijken. Want op het moment dat hij dat gebruikt...
kan hij een enorme schade gaan doen en ik kom niet aan de weg. Oh. Oh mijn god, die bom die heeft me gered. Oké, sla hem. Dit moet je zo'n 3 keer doen, geloof ik. Oh boy, oh boy. Had ik hem? Nee. Kom maar, pak hem. Yes, ik heb hem. Volgens mij wil je dit 4 keer doen. Of je kunt die tentakels kun je ook wegslaan natuurlijk met je zwaard. Dat vergat ik trouwens. Oké, okay, op het moment dat je 3 keer zijn oogbal hebt geraakt, komt hij in zijn tweede fase en dan gaat hij rondzwemmen. Dan zien we hoe gevaarlijk dat beest echt is. Dan zien we dus ook gelijk waar dat zijn zwakke punt is. Wordt op ingezoomd. En dit is eigenlijk best wel leuk, maar best wel lastig gemaakt. Want wat we moeten doen is, we moeten nou gaan vechten zonder de Iron Boots. Want ook al ben je dus zonder de Iron Boots bezig, kun je nog steeds je hookshot gebruiken. Nou, we willen een beetje vrij rondzwemmen zonder dat we de L-target in gebruiken. En we willen dus bij hem in de buurt komen. Kom niet voor zijn neus, want dan gaat hij bijten. Kom op. Oké, net niet. Nou begint Midna ook al gelijk van ja, je moet dit doen. Wij weten wat we moeten doen, Midna. Zeur niet. Oké, okay, voorzichtig. Want als hij voor je komt, dan gebruikt hij een soort van machtzuigkracht. En ja, dan word je dus nog beter door hem. Even uitkijken. Oké, okay, dat is de manier hoe dat we hem dus een paar keer nou nog aan willen vallen. Gebruik de Iron Boots niet. Zorg ervoor dat je goed kan zien waar dat hij zich ergens bevindt. Blijf op afstand, kijk uit voor vallende rotsblokken. En herhaal dit procedure. Dus, oh fishy! Oh, oh, nee, 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 nee. Oh, we zitten in zijn zuigstraal. Damn. Auw. Dat doet gewoon 2 hartjes schade. Volgens mij deed hij altijd al 2 hartjes. Oh nee, wacht, dat deed 1 hartje anders. Hoi. Kom maar, vis. Oké. Okay. Hé, hey, sorry, maar ik zwem niet zo snel als jij. Kom op, pak hem, pak hem. Ah, ik zwem te laag. Damn it. Kom op, zwem. Gewoon zwemanimatie. Go. Net niet. Oh, je moet echt bij hem in de buurt komen. Oké. Okay. Voorzichtig dat ik hem niet te sterk afsnij. Hebbes! Nice! Haki! Ik ga jou slaan! Hou vast, hou gewoon vast, hou gewoon vast. Jammer dat hij daar niet, dat je geen optie hebt om het vast te houden. Oké, okay, misschien zou het dan te makkelijk zijn om deze baas te verslaan, maar volgens mij moet je dit ook maar 3 keer doen. Waar is hij? Daar is hij. Oké, okay, zwemt die kant op. Hij zwemt heel erg laag nu. Oké, okay, als hij nou naar boven komt, dan kunnen we een probleem hebben. Hey. Ik zou je niet noemen als Jaws, maar je bent best wel creepy. Hebbes! Oké, okay, volgens mij is dit de laatste keer. Ik hoop het wel, want echt, serieus. Het is een van de makkelijke bazen, laten we het eerlijk zeggen. Ja, dit was de laatste keer. Dus je moet 3 keer zijn oog raken, dan 3 keer dit raken. En ja, dat is eigenlijk het einde van deze baas. Niet zo moeilijk. Hi. Wauw, druppel effect in HD. Dat vind ik altijd zo leuk als je zo'n lange draak of worm of slang hebt. Dat deed ze volgens mij in de Windweker ook. Maar goed, dat beest was dus gecreëerd uit de derde Fuse Shadow. Valt me eigenlijk wel op dat het allemaal ogen waren. There it is. The last Fuse Shadow. I'll just take that, thanks. Now don't resent me for all I've put you through. I need this thing. Besides,
We have to do something about Zond! The one who thinks he is the king of shadows. His power is a false one. I'll prove it using these. So, I've done everything I needed to. I'm sorry for dragging you all over the place with me. Ik geloof er helemaal niks van. So, shall we go? Nou, vooruit dan. We nemen wel eventjes nog dit mee. Een hart container! Mijn fart container zorgt ervoor dat ik weer een extra hartje heb en dat mijn life nog groter is. Yay! Ja, we zijn helemaal klaar. Let's go! Hey, ho, let's go! Willen we 7? Nee, nog niet. Dat komt dadelijk wel. Oh, we spannen terug BK. Wat leuk. Uh-oh. Zand! Hi. You shall not pass. Wauw. Hij liet heel eventjes een scheet en zo. Wauw, was hij dat in... Dat is nogal sterk. Overpowered. Oh, kijk, ja, we zijn weer wolf inderdaad. Want we zitten nou weer in de twilight. Zand! Hey, wil je daar vanaf blijven? Dan weet je hoeveel tijd dat het wel niet heeft gekost. Did you honestly mean to take an ancient and wicked power like this and turn it against me? You are a foolish traitor, Midna. Why do you defy your king? My king? You, who do nothing but abuse the magic of our tribe, you must be joking! How dare you? Are you implying that my power is our old magic? Now that is a joke. The power is granted to me by my god. It is the magic of the King of Twilight, and you will respect it. Misschien niet handig om dat te doen. Iek! Dat ding gaat in mijn hoofd! Creepy! My Midna, did you forget that beast is one of the Light Dwellers who oppressed our people? No matter how much you may desire otherwise, you will never be more than the shadow in their world. You cannot consort with their kind. But if we can make their world ours, Midna, light and darkness will meet at last. Our tribe will take back their realm, and sweet darkness will blot out this harsh light. And that, Midna, is why I need you. Not just for me, but for all of our people. Lend me your power. Creepy. So be it. I will return you to the light world you covet. Waarom luistert dat beest eigenlijk naar... Hi.
Ja, wij zijn er stiekem tussenuit gepiept. Leek mij het beste zo. Oh nee, ik ben nog steeds een wolf. Nee. Baby, hero chosen by the goddesses. Go through the princess away, locked away in the castle. That princess holds the key that can unlock you from your shadow form. Dankjewel. Oké, dus we moeten nou zo snel mogelijk naar de castle, want Midna is nogal zwak op het moment. Sterker nog, ze is stervende, want ze kan niet tegen de lichtwereld en kan daar alleen maar in een shadow leven. Dus wij moeten nu zo snel mogelijk naar Hyrule Castle. Trouwens, ik wil jullie wel zeggen, de muziek die hier afspeelt op het moment dat je dus Midna zo snel mogelijk naar de kasteel moet brengen. Het is een muziek uit de Super Smash Bros. Brawl versie. En volgens mij zit die ook nog in Wii U. Maar dat is een van mijn favoriete muziekjes. Dus ik wees heel eventjes stil en laat jullie even goed luisteren naar dit muziekje. Weet je wat, ik probeer dat dadelijk trouwens wel, want nou wordt hij de hele tijd nog verpest door van die monstertjes die de hele tijd ons achterna zitten. Oké, nu krijgen we de muziek. Leuk hè, elke keer die pauzes er tussendoor. Oh ja, trouwens ook één leuk ding. Alle mensen zijn doodsbang voor jou als jij in wolfvorm bent. Sterker nog, op het moment dat jij dus hier komt, want er was een secret passage to the castle. Dan konden wij hier naar binnen toe, maar op het moment dat we hier binnenkomen. Beast, get out! En worden we gewoon naar buiten geschubt. En wordt de deur dichtgeslagen. Dus dat is niet de manier waarop dat we naar binnen kunnen komen. You there? Oh god. Een miauw kattenstem. You're Zeepy, correct? Aha. Yes, I thought so. I could just tell, you know. Tuurlijk. I'm Louis. Do you remember meeting me in the shop before? Though I don't think we were properly introduced. In any case, I must tell you, I'm a bit puzzled as to why you look like that. Really, dear, you can't blame the humans for tossing you out the way you look. Hey! Oh, another patient? You certainly are a curious sort. Please. Princess Zelda. Ugh. This way. Here, get in through the window. The attic is connected to the castle waterway. It's an old waterway though, so it could be a rough trip. Well, I suppose all that's left is to do is make sure that the humans don't notice you. Okay. Dus wij kunnen nu deze doos hier naartoe pushen. En dan kunnen wij dus als wolf richting het kasteel komen. Oké, nou laten we hier dan maar naar binnen gaan. Laten we hier dan naar binnen gaan en dan heel voorzichtig hier naar binnen sneaken. En dan moeten we dus heel voorzichtig zijn, want we komen nou dus via het zolderraampje naar binnen. Maar ja, gelukkig kunnen wij als wolf goed koord dansen op een of andere vage manier. Goed.
Heel zachtjes. Je kunt potten trouwens breken en dan hebben ze zoiets van... Oh ja, je kunt trouwens luisteren. The elder told me the escatelma, but this city air does not suit my skin. Ach, zeurkous. Maar goed, we zouden een pot per ongeluk om kunnen stoten. En daar wil je dus zeker voor uitkijken, want ja, je moet je toch manoeuvreren door die potten heen. Hè? Plus, op het moment dat we een pot breken, dan zullen ze horen waar dat we zijn. Een pot kan vallen en dan is het van, wat is dat? En dan zullen ze denken van, nou ja, maakt niet zoveel uit. Tweede pot daarentegen, zul je een probleem krijgen. Maar goed, we zijn er doorheen gekomen. Dan komen we dus hier bij zo'n spookbeest waar ik het al eerder over heb gehad. En dat zijn de posts die we dus alleen kunnen verslaan via sensors. En dan kunnen we dus zien waarom beesten dat het zijn. Je wilt ze 2 keer raakklappen geven, dan vallen ze op de grond. En dan kun je de finishing move op doen. En zo collect je de Po Soul. Hiervoor kun je dus verschillende van collecten. De enige die we gaan collecten is dat het meer als genoeg is tot we de 4e bottle gaan krijgen. Voor de rest is het niet echt belangrijk. Volgens mij moeten we er daar 20 voor hebben. Oh, thanks for the cat ghost. Can I call you doggy? I'm Giovanni. I become consumed by the green long ago and sold my soul to a dark creature in the distance to me. I can't move. I can't go see my girlfriend. My pet cat, Gangle, is frozen on my head. I don't think I could be more miserable. I have to ask you a favor, doggy. Can you find and defeat 20 ghosts that lurk in the dark for me? I think if you can free the pieces of my soul from the ghost that holds them, I'll be free. Oh, but it's raining out now, so I don't think you can go outside directly. I'll open up the way, the underground gateway for you. In een schatkistje. Wat leuk. Maar goed, als het dus droog is, dan kunnen wij hier dus naartoe. Once the rain stops, you can come back in here digging around and from the... Where the cats gather. Understand, doggy? Ja, dat snappen wij wel. Maar goed, we willen dus hier naar beneden toe gaan. En dan kunnen we dus richting Zelda toe gaan. Maar ja, het probleem is, dat moet ik toch gaan bewaren voor de volgende aflevering. Omdat we geen tijd meer hebben voor deze aflevering. Dus sowieso, dank ik jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter natuurlijk, als je daar ook de tijd voor hebt. En hoop ik jullie allemaal weer te zien in de volgende aflevering. Dus met dat gezegd hebben, dank ik jullie voor het kijken. En ik wens jullie nog een hele fijne dag toe. En tot de volgende keer bij een volgende aflevering van Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess in HD. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!